De nationalisatie van de SNS Reaal Groep betekent natuurlijk goed nieuws voor de spaarders. Maar het is slecht nieuws voor de aandeelhouders. Echter is ook nog een groep ertussenin. Dat zijn de obligatiehouders. Echter, de obligatiehouder bestaat niet. Je hebt achtergestelde obligaties, je hebt covered obligaties, je hebt senior obligaties, je hebt junior obligaties, je hebt ook obligaties van andere entiteiten, zoals van een verzekeraar. Dus de obligatie bestaat niet. Wat we wel te horen hebben gekregen, dat de achtergestelde obligatiehouders van de bank en van de groep, dat die ook mee zullen bloeden in het verhaal. Nou, er is inderdaad binnen de achterstelde leningen denk ik dat er hoop is voor de obligatiehouders van SR Leven. Die is 2 jaar geleden naar de beurs gebracht. Dat is een obligatie uitsluitend op de entiteit van het levend bedrijf van SNS Reaal. Daar praten we ongeveer over 500 miljoen. Die 1 miljard die dan achtergestelde leningen overblijven, dat past in het verhaal wat ook vanmorgen minister Dijsselbloem noemt. Die zullen meebloeden. En de andere 500 miljoen, of 1,5 miljard, staat een achtergesteld lening uit. Dat zouden dan toch de obligaties zijn van het levend bedrijf. Toch denk ik dat het juridisch nog wel een staartje zal krijgen. Hoeverre juridisch de achtergestelde obligatiehouders niets kunnen terugzien. Dus ons advies is toch, hou de obligaties nog maar aan. Het is niet helemaal duidelijk of met een interventiewet ook de schuld kan worden gesaneerd. Dus dat krijgt nog wel een staartje. Aan de andere kant moet ik zeggen, de staat is natuurlijk een enorme grote machtige tegenpartij. Dus het zal nog niet zo eenvoudig zijn voor obligatiehouders als ze zich verzamelen in een stichting om van de staat te winnen.